Darbest vrinda vandar vir december vreida um ei no in hil moi botskapen profeti Isaiah ontfangen en wei beginnen deze tocht naar de kerstmis. En kerstmis heeft als kern de komst van Jezus Christus als de vredevorst. Degene die gaat de rechten tot stand brengen en doen houden. En het is voor ons een thema die wij vandaag ontvangen, ook bij de profeet Jesaja, deze genade van de rechtvaardigheid, van de gerechtigheid. Vragen wij de genade van de Heilige Geest, zodat Hij ons kan begeleiden op dit moment. Met de hulp van de Heilige Geest kunnen wij meer en meer ons verdiepen in het woord van God. Dan de eerste lezing, Jesaja 29. Zo spreekt de Heer. Zie, nog in korte tijd in de Libanon zal een boomgaard worden. En de boomgaard zal veranderen in een woud. Op die dag zullen de doven verstaan wat er voorgelezen wordt. Na duisternis en nacht de ogen der blinden weer zien. De verdrukten zullen zich in de Heer verheugen. De armsten der mensen zich verblijden in Israëls heilige. Want de tiran is weg, de spotter verdwenen. Vernietigt allen die zinnen op kwaad, die anderen vals beschuldigen, de rechter vals strikken spannen in het gericht, en onschuldigen afschepen met leergepraat. Daarom, zo spreekt de Heer, de God van Jacobs huis, Hij die Abraham bevrijdde. Jacob zal niet meer beschaamd staan, zijn gezicht niet langer blozen. Bij het zien van zijn kinderen, het kroost dat ik hem gaf, zullen zij mijn naam verheerlijken. Jacobs heilige prezen en ontzag hebben voor de God van Israël. Waar hoofden komen tot inzicht, opstandigen tot rede. Zo spreekt de Heer. Dan het is een heel mooi lezen, zegt ze, nog in korte tijd. Advent is heel lang tijd, het is een paar weken en dan komt kerstmis toe. En het is een tijd waar wij de vruchten kunnen plukken, ook van deze genade van de komst van de Heer. In de wereld, genade van rechtvaardigheid. En wij zien in deze lezing, het is hoofdstuk 29, in het begin van dit hoofdstuk, in de Bijbel staat geschreven de overwinning van de recht. Het is vanuit de Portugese vertaling dat ik meld, maar het is het hoofdthema van dit hoofdstuk, de overwinning van de recht. En wij zien hier dat alle genade van bevrijding, van rechtvaardigheid, van inzicht, tot kennis komen. Dat zijn genade van de rechtvaardigheid. En het is wat Jezus bij ons komt brengen met kerstmis. Het is een kort lezen, maar met een heel belangrijke boodschap voor ons. Daarna de Psalm 27, een heel mooi psalm. De Heer is mijn licht en mijn leidsman. Wie zal ik vrezen? De Heer is de schuts van mijn leven. Voor wie zal ik bang zijn? Indien slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen. Dat ik in Gods huis mag wonen, zolang als ik leef. Ik reken erop nog tijdens mijn leven de weldaden van de Heer te ervaren. Zie uit naar de Heer en houd dapper stand. Wees moedig van hart en vertrouw op de Heer. Het is een heel mooi psalm en die brengt als vervolging van de eerste lezing deze twee genaden van Advent, licht en vertrouwen. We hebben al een beetje over vertrouwen gesproken en nu komt dat thema ook van het licht van de wereld. Jezus is het licht, die komt in de nacht als een teken van verlossing, van verlichting, van richting, van
Wegweisen. Und hier in diesem Psalm können wir do desenvolver o desenvolver nós de um cruia em uns hart met heel ons leven met vertrouwen en met ook een actief houding van dapperheid van moedig en moed enzovoort. Daarna het evangelie volgens Matthäus 9. In die tijd waren er twee blinden die Jezus volgden en luid riepen: Heb medelijden met ons, zoon van David. Toen hij thuis gekomen was, kwamen de blinden naar hem toe. Jezus sprak tot hen: Gelooft gij dat ik de macht bezit om dit te doen? Zij antwoordden: Zeker, Heer. Daarop raakte hij hun ogen aan en zeide: U geschiede naar uw geloof. En hun ogen gingen open. Jezus vermaande hen op strenge toon: Zorg dat niemand dit te weten komt. Maar eenmaal buiten verbreidden ze zijn faam in heel de streek. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Dan hier in dit evangelie zien wij actief in concreet voorbeeld van de koninkrijk van de Heer. Jezus is gekomen in deze aarde met dat doel om mensen te genezen, mensen te bevrijden, mensen ja, tot terechthouding te doen komen. En tot in ontmoeting met zichzelf, in het diepste van het woord ontmoeten. En we zien hier in het verhaal van genezing. En het is de genezing hier niet alleen consequentie van de kracht van Jezus. Hij heeft kracht, maar zijn kracht wordt actief door een deel die ligt aan ons kant, geloven. En het is hier de brug in dit verhaal. Als die man niet zou geloven, zou misschien die wonder niet zo kunnen gebeuren. Maar omwille zijn geloof, zijn inspanning, zijn daad van geloof, ook als hij niet goed kon zien hoe en waar, hij werd genezen. Dan we kregen door deze lezing, deze oproep om ons geloof te verdiepen, ons geloof warmer te maken, om de komst van Jezus te kunnen verwelkomen in onze zielen, in onze harten, in onze omgeving en daarna kunnen getuigen zijn van deze genade. Van de vruchten van deze komst van de Heer. En een beetje in deze richting van Advent, wij gaan in het tweede deel van de Lectio Divina starten. Een beetje uitdagend, maar ik denk dat het heel goed geslaagd zou zijn. Het is in verband met een nieuw encycliek van Paus Franciscus. Misschien hebben jullie al gehoord: Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, op zijn Italiaans. Mijn Italiaans is niet zo goed, maar zo. En ja, het is een encycliek over de broederschap en de sociale vriendschap. En ik heb het hier, de Portugese versie. U had wel een beetje begrepen dat het voor mij wat gemakkelijk is, maar het is omdat ik denk dat het nog niet volledig in Nederlands de beschikking is, omdat het is pas verschenen van niet zo lang. Maar wat wij dachten, het is in de richting ook van onze gemeenschap die beleeft in deze tijd van Advent, de lezing van deze encycliek, met ook wat meditatie daaronder, zodat wij samen kunnen ons verdiepen in dat thema vanuit de kerk, vanuit onze paus, die heel actueel is. En deze werden we gaan volgen. Het is elke dag een beetje een paar alinea's te verwijzen, aan te duiden. Ik ga niet alles en niet veel proberen doen, maar we gaan een beetje kennis maken om kort te houden. En in deze kennismaking ga ik proberen in verband te maken tussen de lezing en wat hierop staat. Dat betekent, ik ga
Redartan hala de passa mir met de lezen zodat we in geheel kunnen maken in extra info kunnen doorgeven in de richting van het woord van God dat wij ontvangen elke dag. En vandaag zien we in de lezing heel veel deze verband tussen de gerechtigheid en de daden van genezing, van bevrijding tot de armen. En het is een beetje wat deze brief in de inleiding gaat bespreken met u, de alinea 1 tot 8, voor ons zegt. Deze encyclica is gebaseerd in de gedachtenis en in deze zin van Heilige Franciscus van Assisi, die gebruikt Fratelli Tutti vaak tegen zijn broeders om het evangelische leven te verwezen. En Fratelli Tutti betekent iedereen broeders. Het is een beetje niet officieel vertaling, maar het betekent iedereen broeders. En Heilige Franciscus is voor ons een getuigenis van de aanwezigheid van Christus. Waar hij was, probeerde hij vrede brengen en hulp aan de armen, aan de mensen die verworpen worden. Zoals wij vandaar ook in de lezing gezien hebben. En Heilige Franciscus van Assisi is echt de persoon die Paus Franciscus aanmoedigde om deze encyclica te schrijven. En Paus Franciscus zegt in alinea 6 een beetje wat was zijn bedoeling. Hij zei: het is mijn bedoeling in middel te geven, in nederig middel, om tot nadenken te brengen, zodat wij tegenover de situaties waarin de mensen soms verworpen worden, aan de kant gezet worden, of een beetje de onverschilligheid ontvangen van de mensen, zodat wij kunnen reageren, zodat wij kunnen actief iets doen, zodat deze situatie niet zomaar vrij loopt, maar dat wij aandacht kunnen hebben voor elkaar. En daarna, alinea 8, zegt Paus Franciscus: niemand kan het leven beleven door een geïsoleerde manier. Wij hebben een gemeenschap nodig die ons helpt. Wij hebben een gemeenschap nodig die ons kan helpen. En verder in alinea 12, hij zegt: de maatschappij van vandaag wordt meer en meer geglobaliseerd. Alles wordt ingeheel in de wereld. Maar door deze globalisatie worden wij buren van elkaar. Maar de globalisatie maakt niet van ons broeders van elkaar. Het is wel een groot verschil. En ik denk dat met deze gedachten kunnen we afsluiten om te zien, ja, wij groeien als wereld, als maatschappij, maar pas op, de christenen zijn geroepen niet om naast elkaar te zijn, buren van elkaar, maar wel broeders en zusters van elkaar. En als wij dat doen, dan kunnen wij ook in onze verlangens en in onze daden het koninkrijk van de Heer brengen, zoals wij vandaag in de lezing hebben gezien. Vragen wij deze genade voor onze wereld, dat wij meer en meer broeders en zusters van elkaar kunnen zijn. En zo Gods kracht, Gods aanwezigheid kunnen doorgeven, die de harten kan genezen, die de harten kan bevreden, die de vrede en de gerechtigheid kan brengen en terugbrengen waar het nodig is. Vragen wij dat alles door de voorspraak van onze moeder, de Maagd Maria. Wie is die groet Maria? Vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank u wel, en gezegend dag voor u. God zegen u.